In dit filmpje vertel ik jullie iets meer over het zoeken naar rechtenvrije afbeeldingen. Ik heb in het vorige filmpje iets verteld over Creative Commons. Wel, op de website van Creative Commons, creativecommons.org, staat er ook een zoekmachine. Ja, daar kan je, als je search klikt, al meteen een soort meta-search gaan doen in verschillende zoekmachines. En krijg je ook telkens te zien welk soort bron je daarmee gaat doorzoeken. Nu, mijn ervaring is dat dat niet altijd perfect zoekt, die meta-zoekmachine, en dat je beter in de zoekmachines zelf, dus bijvoorbeeld in Flickr zelf gaat zoeken, in Google Images zelf gaat zoeken, in Pixabay zelf. Een eerste plek waar ik zelf heel vaak ga zoeken is Flickr. Flickr is een vrij grote fotodatabase waar heel veel amateurfotografen hun materiaal ter beschikking stellen. En kan je heel makkelijk in Creative Commons gaan zoeken. Stel, ik zoek informatie of ik wil foto's van Brussel. Dan ga ik zoeken op Brussels. Ziezo. Ik krijg allerlei foto's te zien, maar op dit moment heb ik nog niet gefilterd op licenties. Dat doe ik door hier Any License te gaan aanklikken. En dan kan ik zeggen, kijk, ik ga de All Creative Commons gaan zoeken of ik wil die foto's kunnen bewerken. Ik ga Modifications Allowed aanleggen. Save search. En op die manier krijg je allerlei foto's te zien die je mag gebruiken en die je zelfs mag bewerken. Dus ja, op die manier kun je gaan zoeken. Je kan ook met bepaalde kleurtypes gaan zoeken. Je kan zoeken op zwart-wit foto's. Foto's met een grote scherpe diepte kan je gaan doorzoeken. En dergelijke meer. Dus je hebt verschillende zoekmogelijkheden. Ik zoek zelf heel graag op Flickr, omdat ik meestal vrij goede foto's vind. Met een Creative Commons licentie. Dat ik bijvoorbeeld een foto ga openklikken, dan krijg ik hier te zien. In dit geval is de licentie dat het niet commercieel mag gebruikt worden, maar ik mag ze wel aanpassen. En dus op die manier kan ik foto's gaan zoeken. Google Afbeelding kan ook. Hier, ik ga foto's van Brussel gaan zoeken. En wat moet ik dan gaan gebruiken? De zoekhulpmiddelen. En bij zoekhulpmiddelen heb ik gebruiksrechten. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen van kijk, ik ben geen commerciële organisatie, maar ik wil zowel bewerkende foto's. Ik ga zoeken naar foto's gelabeld voor niet-commercieel hergebruik, inclusief aanpassing. En dan vind je allerlei foto's die ik kan gaan gebruiken. Pixabay, ook een plek waar je beelden kunt gaan terugvinden. Maar mijn ervaring is dat er heel vaak toch watermerken op staan. Dat is toch een beetje een verkapte vorm is van een betalende fotodatabank. Af en toe vind je wel iets terug dat je kan gebruiken. Ik ben hier bij auteursrecht. Maar dan zie je dat toch via Shutterstock is. Dus heel gratis zijn deze foto's niet. Dus Pixabay verkoopt een beetje als gratis foto's, maar toch een beetje mee opletten. Daarom gebruik ik het zelf niet vaak. Wat ik wel vaak gebruik is Wikimedia Commons. Wikimedia Commons is de plek waar alle foto's die Wikipedia gebruikt staan. En alle foto's die Wikipedia gebruikt, die zijn rechtenvrij. Op de een of andere manier. Het zij via Creative Commons, het zij via Public Domain. Maar hier kun je dus in alle foto's gaan zoeken en andere bestandstypes die Wikipedia gaat gaan gebruiken. Dus daar heb ik heb zelf een cursus gemaakt over informatievaardigheden. Wel, de Wikimedia Commons heb ik ook vaak gebruikt daarvoor.